Maar wat ga jij dan doen op dat podium? Ik zei, nou, ik heb een plan. Ik ga de mensen iets langer dan 2 uur vertellen over oom Jan. En toen zei ze iets, en dat zal ik nooit vergeten. Toen zei ze, wie is in godsnaam oom Jan? Want oom Jan was, wat ik noem, een VON'er. Een volstrekt onbekende Nederlander. Je komt ze tegenwoordig helaas nog maar hoogst zelden tegen. De volstrekt onbekende Nederlander. Maar oom Jan was rijtje. 24 karaat. Rechts op de foto, nauwelijks zichtbaar, half verscholen achter het paard. De arbeider die het loodzware werk moest doen. En hier links op de foto in zijn smetteloze witte tropenpak. De blanke man die alle centjes incasseerde. Het is een volstrekt verderfelijk systeem. En dan ja, rijst op de vraag hoe dit systeem een kleine 3,5 eeuw heeft kunnen functioneren als een tierenlier. Maar goed, ze gaan met z'n tweetjes in Sukabumi naar de bioscoop. En Jan schrijft, wij waren een half uur te laat. Dus ik gaf opdracht de film opnieuw te starten. En dan breekt de paniek echt uit. Het komt dichtbij. Aukje raakt in paniek. Aukje die denkt, ik blijf in Batavia. Ik ga helemaal niet meer terug naar Gunung Tural. Dat durf ik niet. En ze heeft gelijk. Ze heeft gelijk. Want in een zeer korte tijd stort de Indische archipel echt als een kaartenhuis in elkaar. In no tempo. Celebes valt. Borneo valt. Molukken valt. Kerstavond, 81. Toen hoorden wij voor het eerst de prachtige openingsregels uit het grote boek van Jan van Vleuten. Het is niet dat ik mijzelf zo belangrijk vind dat ik dit heb geschreven. Ik vind dat ik in een belangrijke tijd heb geleefd. De grote veranderingen die zich in de wereld voltrokken tijdens mijn leven, die zijn als een waterval over mij en mijn generatie heen gekomen. En daarvan wilde ik op deze bladzijde voor een laatste maal getuigen.